Steen je bij Tuin, de dag na de persconferentie, of de tafspraak wie het eigenlijk, van minister-president Mark Rutte. Wat is het gevoel wat op dit stadion overheerst? Ja, eigenlijk wel verwarring. En ja, je bent helemaal murfsleen. Dat is eigenlijk het, ja, het wet. Je rennen je nou vermoord bij een nom en ja, een gevoel, ja, murf. En nu is het gewoon helemaal leeg. Ja, hoe denk je dan, waar oer juist ernaar? Ja, het wie gewoon een beetje nog druk. We praten gewoon nog sneegrien en ja, wat laatste Christartikelen. Maar Jastrianen heb ik extra hier op mijn best. Maar ja, meesken die vind ik al hier heel verschrikkelijk. En ja, een soort sterkte. Het is Weenske, dus dat is natuurlijk wel heel mooi. Betekent de sluiting ook nog dat de oliebollenkraam hier ja, van terrein al moest, omdat puur omdat er geen klandisje meer is? Was kan? Ja, dat is heel schande. We hebben al jaren met Gerard dat we fijn met elkaar samenwerken. Hey, hij staat hier, ja, Sean hier ook nu, bij ons op het terrein. Ja, dat is fantastisch. Het is echt, ja, voor hem extra pittig. Hij had natuurlijk van het zomer al alles missen, maar het hing in kermis. Juist weer, nou ja, een emotie van alles. He, er komt zoveel op jou. He. Dus ik hier zit, ja, toen dat uitlekt weer, he, dan begin je toch na te denken. En het is ja, he, wat is een alternatief, wat kun je? Dus toen ben ik hier bij de Poes West. He, die wien heel meegaand. He, van ja, zul je toch helpen, maar op een of andere manier. He, dat ik hier een plakje krijg, koe. Maar een dubbel gevoel. Ik ben blij dat hij nog hier bij me, maar ja, op een andere locatie. He, ja, het zien je toch bij de tuin gewoon hier op mijn steen. En daar werden mensen niet te vinden. Vanmiddag die 12 uur proberen we boeten nog een, ja, welke een soort parkingsveil nog maken. Maar de spullen die we nog ja, proberen kwijt te rijden. Dan denken we aan sneegrien, wat kriestikken, ja, wat blombal. En wat kriesbjem hebben we eventueel nog. Dus ja, dan nog proberen om iets onder de man te krijgen van Lietz Prieske. Ja, je moet het van deze tijd eigenlijk wel even aan nog. Dus ja, je weet ook niet wat mensen nou door in deze tijd en periode. Dat is ik al wachtje natuurlijk. Maar daarom ben ik blij dat ik toch ergens nog een plakje, ja, krijgen kind haar. Dat, ja, werd toch nog wel wat mensen komen.